eindelijk straatnamen van verzetstrijders. En prins John de Eerste geeft vat bier weg. Het is nog in aanbouw, maar de nieuwe wijk Uggelen-Buiten krijgt straatnamen van verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die uit Apeldoorn komen. De Gerrit Kroonstaan zijn. Oh ja. Dat klopt ook. Nee, mooi. Schitterend. Een bijzonder moment voor Clara Oortwijn als ze voor het eerst de naam van haar oom Gerrit Kroon op dit straatnaambord ziet staan. Het is toch gelukt, hè? Een mooie stad. Het is mooi, ja, absoluut. Het wordt vast en zeker een mooie wijk. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik hier nog wel eens vaak door zou fietsen. Het idee om Apeldoornse verzetstrijders te vernoemen speelt al sinds het einde van de oorlog. Maar de verschillende herdenkingsgroepen kwamen er nooit met elkaar uit. Altijd problemen van wie wel, wie niet. Doen we niemand wat tekort en dergelijke. Het is dus geëindigd in één park, het Verzetstrijderspark, heel neutraal. In 2015 kwam de wens om straatnamen te vernoemen naar Apeldoornse verzetstrijders toch weer op de agenda van de gemeente. En nu is het wel gelukt. En heeft Apeldoorn in deze wijk in aanbouw een Gerrit Kroonstraat, een Narda van Terwischastraat en een Marcellus van Bemmelstraat. Allen hebben een bijzonder en vaak tragisch verhaal dat sinds vandaag ook te lezen is in dit boek. Ik ben er zeker trots op. Ik denk, mijn ouders en in ieder geval mijn tante, die zouden wel heel blij zijn, denk ik, dat die in ere wordt gehouden. Vrijdagmiddag werd in het informatiecentrum Uggelen-Buiten de eerste exemplaren van het boekje Straatnamen voor verzetstrijders aan de eerste bewoners van de nieuwe wijk overhandigd. De twee dochters van verzetstrijder Evert van het Land kregen uit handen van wethouder Nathan Stukken het boekje. Zij vinden het terecht dat een straat naar hun vader is genoemd. Erkentelijk dat mijn vader naar dus genoemd is in deze wijk. Ja, vind ik goed ding. Er ligt ook al een gedenkplaat in het bevrijdingspark. Maar dit heeft toch ook iets. Hè? Daar kom je langs, dat zie je. En daar moet je naar gaan kijken speciaal. En dat is toch wel een verschil. En mensen zullen altijd afvragen van wie was Evert van Landstraat. En dan zullen ze het verhaal achter het verhaal komen. Ja, ja. Zo blijft het meer leven. Het boekje Straatnamen voor verzetstrijders geeft een duidelijk overzicht. Hierdoor krijgen de straatnamen nu ook een gezicht. Bij deze onthulling van deze straatnamen hoort ook een boek. Hoe komt dat zo? Dat is eigenlijk heel simpel. We hadden natuurlijk verhalen geschreven als onderbouwing voor die aanbeveling van 12 namen. En de Nestor uit ons gezelschap, Jan Heerzen, zei, nou, we hebben die verhalen nu toch. Laten we die uitbreiden. Laten we er illustraties bij zoeken. Laten we kijken of we nog nabestaanden kunnen vinden. En dan maken we er een boekje van. En dat is dan heel leuk voor de nieuwe bewoners van de wijk. Er staat ook een oude foto van de dochters van Evert van het Land in. Die is toen blijkbaar snel genomen. U staat ook nog in het boek zelf, hè, met een foto. Ja, zeker. Nou, klein kind, hè. Ik was net uit de slaap. Ze hebben me uit de slaap gehaald, mijn moeder. Wethouder Stukker is onder de indruk en prijst het boekwerk van Stichting Bevrijding 45. Ik vind het een prachtig mooi boek geworden. En heel mooi ook dat Stichting Bevrijding 45 dit doet. Zo hebben we niet alleen vanmiddag een tastbare herinnering met deze openingsceremonie, zou je kunnen zeggen. Maar hebben we vooral ook een boek wat we op later moment nog kunnen inkijken. En dat is mooi als stad om op die manier herinneringen te kunnen bewaren. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Nou, het heeft een poosje geduurd omdat AB in Apeldoorn niet zo heel veel nieuwbouwwijk hadden de afgelopen tijd. Dat is één. En twee, heeft de gemeenteraad ook wel wat lange tijd gesproken over hoe doen we dit nou met de criteria. Hoe we mensen het beste kunnen vernoemen met de straatnaam. Nou, dat is allemaal geregeld. En extra mooi wat dat betreft dat we hier nu vandaag mogen staan. Het boekje is te koop, maar Jelle Rijtsma voegt daar wel iets aan toe. Het boek is te koop bij Nawen en Polak en bij een aantal Primera's. Belangrijk ook dat de verhalen gewoon doorverteld blijven worden, ook door de jeugd. Een hele belangrijke opmerking, denk ik. Als we alleen maar zouden herdenken met het oog op de geschiedenis, dan doen we het niet goed. Het is van groot belang dat we met name de jongere generaties daarbij betrekken. De verschrikkingen uit het verleden. Wat moeten we nu anno 2019 doen om dat in de toekomst te voorkomen? Een kopstaartbotsing op de Marchandstraat in Apeldoorn heeft vrijdagmiddag even voor overlast gezorgd. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken die de rechterweghelft tijdelijk blokkeerden. Niemand raakte daarbij gewond. De schade aan de auto's viel mee. Het is niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.
Bij autohandel Mulder aan de Ugglenseweg in Apeldoorn is vrijdagavond brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Twee andere auto's die vlakbij stonden trof later hetzelfde lot. Volgens de eigenaar van het bedrijf zijn drie dure auto's in vlammen opgegaan. Bij de brand kwamen veel buurtbewoners kijken. Ze werden op afstand gehouden. Kortsluiting in een ABS-pomp zou mogelijk de oorzaak van de brand zijn geweest. De eigenaar baalt dat juist zijn duurste drie auto's zijn verwoest. Zaterdagavond was het feest in de residentie van de Apeldoornse carnavalsvereniging Het Sleutelvleugeltjum. Prins John de Eerste gaf een vat bier weg. Dat is al sinds mensenheugenis een traditie in aanloop naar het carnavalsweekend dat dit jaar van 2 tot en met 5 maart losbarst. Voor het fus werd aangeslagen ging er een heel programma aan vooraf. Zo werden rond de 10 bevriende verenigingen uit de wijde omgeving welkom geheten. De hofhoudingen kwamen onder meer uit Arnhem, Zwolle, Ede, Wageningen en Apeldoorn. Onder begeleiding van Showband Festival werd de Polonaise ingezet. Met het nummer van ABBA werd de sleuteloverdracht van de stad gebracht. Prins John de Eerste moest wel de zelfgemaakte piano slopen om de sleutel te bemachtigen. Maar daar was hij dan toch. En dan mogen de dansmariekes niet ontbreken. Om de sfeer te verhogen was de Amsterdamse volkszanger Peter Beemse uitgenodigd. Na het optreden van Peter Beemse was het dan eindelijk zover. Prins John de Eerste mocht samen met jeugdprins Tycho het vat bier weggeven. Hoogheid, wat zijn we aan het doen hier? Nou, het is het jaarlijkse prinsenbier. En dan, als het goed is, gaat de hoogheid een vat bier schenken aan de vereniging. En dan gaan we met alle hoogheden sprozen op het mooie carnavalseizoen. Er zijn hoogheden van andere bevriende verenigingen. Van bevriende verenigingen. Ik zou zeggen, ja, ik wil best wel proosten, maar... Mag ik het even zo asociaal doen? Ik zou zeggen, op een goed carnavalsseizoen. Op een heel mooi seizoen. Proost. Proost. En ja, als het bier gratis wordt weggegeven, staan ze in de rij. Nou, je denkt niet één prinsenbier, maar 5 prinsenbiertjes. Ja, ik hou gelijk voor een paar mensen. Smaken ze een beetje? Ze smaken goed. Wil je er ook één proberen? Dadelijk. Ik ben aan het werk, dus laten we er maar even van nee zeggen. Laat het je smaken in ieder geval. Hey, dankjewel. En een hele fijne avond. En fijne vaste avond. Alvast. Dat gaan we zeker doen. Oké. We gaan een beetje drinken, toch? Ja, dat doen we wel eentje. Ja. Het Apeldoornse volleybalteam Drijsma Dynamo won zondag de nationale bekerfinale. Op neutraal terrein in Zwolle speelden de heren van Dynamo tegen hun rivaal Abriant Lycurgus uit Groningen. In de eerste set wist Lycurgus de winst naar zich toe te trekken met 21-25. Maar daarna kwamen de Apeldoorners in de spannende wedstrijd terug. Ze wonnen de laatste drie sets met 25-17, 25-22 en 25-23. De afgelopen 8 jaar lukte het Dynamo niet om de beker te bemachtigen.
Coach Redbad Strikwerda heeft zijn doel vooraf gesteld, namelijk de beker winnen. En met een 3-1 als eindresultaat is dat gelukt. Een melding van een schoorsteenbrand bij een woning aan de Holtrichtersveld in Apeldoorn bleek houtvuur in een kachel te zijn. De brandweer heeft de houtblokken en het as uit de kachel gehaald en in de tuin gelegd. De brand was snel geblust. Voor de zekerheid heeft de brandweer de schoorsteen gecontroleerd, maar vond geen brandhaard. Na ongeveer een half uur was de brandweer vertrokken. Op het braakliggend terrein op de hoek van de Kanaalstraat en Hoofdstraat in de binnenstad van Apeldoorn verrijst straks een complex met winkels, horeca en appartementen. Opvallend is de enorme woontoren dat het beeld voor dat deel van de binnenstad gaat bepalen. De toren is 48 meter hoog en telt 15 verdiepingen. Aan de Hoofdstraatzijde komt een klein pleintje met terrasjes. Er komen in totaal 120 woningen, waarvan 70 in de verhuur gaan en 50 worden verkocht. Medio volgend jaar moet de bouw hiervan beginnen. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het is droog en er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 10. In de avond en nacht is het vrij helder en droog. Het koelt snel af naar zo'n 3 graden. Woensdag en donderdag is het vrijwel bewolkt met zo nu en dan zon. Het blijft die dagen droog en het wordt woensdag 10 graden en donderdag wordt het met 12 graden iets warmer.